Onze dochter, die heeft, daar zijn ze nu achter gekomen, ze heeft het hart aan de rechtse kant liggen. En omdat ze haar hart aan de rechtse kant ligt, zijn haar longvenen niet goed aangegroeid. Dus ze heeft als het ware echt de longvenen, de teruglopen vanuit uit de long, die zijn niet goed aangegroeid. Dus waardoor ze constant vochtige longen heeft. Nu zitten wij gewoon in een achtbaan en je laat je eigen meevoeren. En mensen zeggen wel eens van, word je dan af en toe niet eens moe of kun je dan eens een dag... Nee, want je kunt niet zeggen, nou even stop en dan gaat hier 24 uur per dag door. Ja, daar betrappen we ons eigenlijk wel eens op. Dat we zeggen, als we in het ziekenhuis zijn, nou, we gaan even naar huis. Maar ja. Dus, en als het niet goed gaat, dan trek weer een vrijwilliger even uit het hokje. En dan is het even lekker praten. En, dat is heel fijn. Kijk, de mensen die bekommeren ook om je. En die zien ook al of het een keer een dag niet goed gaat of een dag heel goed gaat. En dat is natuurlijk wel super. Ja, het zal straks anders zijn